Hallo leuke ballonvrienden en ballonvriendinnen. Ik ben jullie ballontwister Meldy. En vandaag maken we een hele mooie prinsessenkroon. Alle kleine meisjes zijn gek op een kroon. En als ze dan ook nog eens een prinsessenkroon krijgen, zijn ze helemaal in hun nopjes. Wat hebben we nodig voor een prinsessenkroon te maken? We hebben nodig een gele ballon, 260. Deze blaas je op en laat ongeveer een staartje over van 4 tot 5 vingers. Een roze ballon die je opblaast en met een staartje over van een viertal vingertjes. Een witte ballon die je ongeveer halfweg opblaast zodat je nog een 6 à 7 vingers over hebt. En een klein stukje van een rode ballon. We starten uiteraard met onze gele ballon. Dit wordt de basis van de kroon. We starten met een pinch twist. Gevolgd met een viervingerdubbel. Opnieuw een pinch twist. Opnieuw een viervingerdubbel. Opnieuw een pinch twist. Opnieuw een viervingerbubbel. En opnieuw een pinch twist. Breng dit ongeveer in een rechte lijn. De overschot die gebruiken we voor het hoofdje te meten. Ziezo. En dat gaan we verbinden met onze eerste pinch twist. Knip de rest los. En knoop dit dicht. Het overschotje kan je ook nog afknippen, zodat dit niet in de weg komt te hangen. En dit is eigenlijk de basis van onze kroon. Dan gaan we verder met onze roze ballon. Onze roze ballon die gaan we verbinden in onze eerste pinch twist. Maak een viervingerbubbel. Gevolgd door nog een viervingerbubbel. Verbind deze in de volgende pinch twist. Maak nu een bubbel die iets groter is, ongeveer een 5 à 6 vingertjes. Maak een pinch twist. Maak een kleine loop. Maak nog een pinch twist. Maak nu opnieuw een 5 tot 6 vingerbubbel en verbind deze in deze pinch twist. Maak nu opnieuw een 3 tot 4 vingerbubbel. Gevolgd door nog een 3 tot 4 vingerbubbel. En verbind deze in onze eerste pinch twist. Breek de rest af. Of knip los. Knoop dicht. En knip opnieuw het overschotje weg. En nu gaan we alles een beetje in de juiste positie brengen. Dit doen we door onze pinch twist.
naar voren te brengen. En nu heb je eigenlijk al een leuke prinsessenkroon. Maar we gaan het natuurlijk nog heel mooier afwerken. Met onze witte ballon gaan we tussen deze twee bubbels gaan verbinden. Maak nu een ketting van 4 à 5 bubbeltjes. Verbind in onze twee pinch twists. En doe aan de andere kant juist hetzelfde. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we er hier ook 5 maken. 1. 2. 3. 4. En 5. Knip de rest los. Knoop dicht. Verbind tussen deze twee bubbeltjes. En knip de overschot weer lekker los. Nu heb je al een veel leukere kroon. Maar om een kroon af te werken gaan we er nog een diamant in steken. Dat doen we door een bubbel te maken en deze te gaan pinch twisten en nog een bubbel en deze gaan we ook pinch twisten. 3 de rest af, wat dit opzij, dit kan nog van pas komen voor andere kleine figuurtjes of bubbeltjes of andere kroontjes. Steek jouw bubbels door de loop. En dan heb je een mooie diamant in je kroon. En zo is jouw prinsessenkroontje helemaal klaar. Zoals eerder gezegd, kleine meisjes zijn gek op prinsessenkroontjes. En natuurlijk bij een leuke prinsessenkroon hoort altijd een leuke prinsessenstaaf. Deze kan je bewonderen in de vorige video. Heel makkelijk om te leren. Je zal er heel veel kleine prinsesjes heel gelukkig mee maken. Ik zie jullie graag in een volgende video. En vergeet niet, abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Daag!